Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een veel aangevraagd verzoekje behandelen. Namelijk, hoe kan je een leuk bloemschikje maken met bijvoorbeeld ouderen, kinderen. Gewoon voor een leuk prijsje, een leuk lief klein bloemstukje. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Gebruik ik voor kleine rondjes oase. En deze heb ik al vol laten zuigen. En hieromheen doen we een beetje mos. Dit zetten we even vast met een paar krammetjes, zodat het gewoon net wat makkelijker is. En hieromheen doen we wat zouden en dit wikkelen we eventjes. Omdat dit bloemstukje wat kleiner is, moet je ook rekening houden dat je fijner werkt, dus korter op de oase. Ik ga de zijkant een klein beetje eucalyptus doen. Dit is fijne eucalyptus. Dus ga je kleine stukjes maken, kies dan ook voor fijne materialen en fijne bloemen. Dan stoppen we in het midden een mooie roze roos. Het is wel altijd belangrijk even goed schuin aansnijden en hem er goed diep in wegsteken. Dan heb ik hier een heel mooi gerberaadje. Dit is vooral bij kinderen echt heel erg geliefd, maar natuurlijk ook wel bij oudere mensen, want het is gewoon een heel mooi bloemetje. Hou daar rekening mee dat je even voorsteekt met een stukje steel. Even voorprikken. Dus goed schuin aansnijden en je verwijkt hem er ook mooi diep in. Dan heb ik mooie lysianthes die ik ertussen ga verwerken. En een mooie zuidwindlelie, ook deze snij ik schuin aan. En een mooie hypericum. Dan voeg ik nog een klein beetje tillandsia ertussen. En dan hebben we een heel mooi lief klein bloemstukje die je eigenlijk op elk schaaltje kan neerzetten. En dan heb je eigenlijk een heel lief mooi klein bloemstukje wat dus eigenlijk helemaal niet duur hoeft te zijn. En je kan hem natuurlijk in elk gewenste kleur maken. En als je hem wil bestellen, dan kan je hem natuurlijk ook in elk gewenste kleur bestellen. Maar ik wil je even laten zien, hij kan eigenlijk op elk gewenst schaaltje. Maar wat ook heel leuk is, is om hem in een glas te zetten. Ik zal je dat even laten zien. Wat bijvoorbeeld erg leuk is, is om hem bijvoorbeeld op een houtschijfje te zetten. Is altijd leuk, mooi natuurlijk. Maar voor de oudere mensen is het misschien mooier om in zo'n soort schaal te zetten. Je kan hem natuurlijk ook gewoon op een schoteltje zetten. Dat is ook erg leuk. Maar dit geeft ook een heel leuk effect. Dan komt hij er wat dieper in te liggen. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is hem in zo'n soort vaas zetten. Dan lijkt hij natuurlijk al gelijk een stuk groter. Bijna iedereen heeft zo'n vaas in huis. Dus dat is ook leuk. Dus wil je met ouderen of met kinderen wat leuks maken. Of gewoon zelf leuk thuis aan de slag. Dan kan dat natuurlijk ook. Je kan hem dus eigenlijk op elk gewenste ondergrond bevestigen. En dat is zo leuk aan zo'n bloemstukje. Wil je nou zelf aan de slag met zo'n bloemstukje? Je kan hem in elk gewenste kleur bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. Dat ik jullie heb kunnen inspireren. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zie je jullie bij de volgende keer weer. Doei!